Hoi en welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Sebastiaan en ik ben hier vandaag met... Willem. Willem, we zijn vandaag bij Berkel en Enschot, moet ik zeggen. En eigenlijk is dat een soort van Tilburg. Ja, Berkel en Enschot. Ja, Berkel en Enschot. Nou, de vorige keer dat ik hier was, was ik eigenlijk verbaasd. Ik dacht, dat is een klein examengebied. Maar ja, het is eigenlijk zo goed als Tilburg. Dus genoeg te beleven. De rotonde gaan we naar links. En op de volgende rotonde... gaan we rechtdoor. Dus het begint hier al gelijk een beetje complex zo met die twee rotondes tegen elkaar aan. Ja, dat staat het druiventros onbekend. Ja, precies. Mag je de boorden richting Tilburg Centrum Oosten gaan volgen voorlopig? Op het moment dat je de boorden moet volgen, kijk dan altijd goed naar het eerstvolgende bord waar je naartoe moet. In dit geval moeten we over 400 meter de snelweg verlaten. Dat doen we er wel zo af, als we die kant op moeten. Dus dan is het niet handig om meer in te halen. Natuurlijk zit je op 400 meter en dan moet je ongeveer al je richting gaan aangeven. Officieel is dat op 300 meter, maar als je op 400 meter van tevoren al begint met kijken je richting aangeeft, is dat natuurlijk ook gewoon goed. Hier op een W-vak af en we moeten gelijk de snelweg verlaten. Dan is het belangrijk natuurlijk dat je op tijd kijkt in je spiegels en je richting aangeeft, maar vooral ook netjes de doorgaande snelweg blijft controleren. Er kunnen altijd mensen op het laatste moment denken dat ze de snelweg af moeten en ertussen vliegen. En dus blijf goed in je spiegels kijken, wat gebeurt er om me heen en waar zijn de mogelijke gevaren. Tweede verkeerslicht, dan gaan we naar links. Telde jij deze als één, denk ik? Ja. Keurig gekeken voor het links afslaan. Dus netjes de richting aan, kijktechniek. Ook de nakontrole is hier goed. Alleen hier bij het links afslaan volgen we een beetje een rare lijn. We moeten natuurlijk gewoon hier de schuine lijn naar links volgen. Maar we rijden er overheen, ja, om het rondje heen, waardoor we eigenlijk ook een beetje in de baan voor rechtdoor terechtkomen. We maken de bocht vrij moeilijk voor onszelf zo, dus dat was hier niet helemaal de bedoeling. Dus dat is wel even iets om in de gaten te houden. Heb je voorkeur voor een kant? Links. Heel goed, mooi op tijd gezien. En dat is eigenlijk precies wat we willen zien op een examen of tijdens de rijles. Kijk goed naar voren en op het moment dat je ziet dat je ergens niet in mag of dat het een doodlopende straat is, vraag gewoon op tijd waar je naartoe moet. Dat maakt het leven een stuk makkelijker voor jezelf. Gaan we naar rechts. De tweede verkeerslichten, gaan we naar links. Wanneer je de tweede linksaf moet, kijk dan gelijk in je spiegels. Zeker als er meerdere rijstroken zijn, eventueel is het dan handig om alvast op de linker rijstrook te gaan rijden. Nou, dat had in deze situatie gekund, maar goed, we gaan pas bij de tweede verkeerslicht linksaf. Dus er nog genoeg tijd om het op te lossen. En eigenlijk lost Willem dit keurig op. Hij creëert de ruimte, blijft voldoende in zijn spiegels kijken. En op het moment dat de ruimte gecreëerd is, schuift hij op het juiste moment op naar de linker rijstrook. We nemen hier de juiste beslissing door achter de fietser te blijven. Op het moment dat je de fiets wil inhalen, moet de weg vrij zijn, blijven en natuurlijk ook te overzien zijn. Nou, dat was in die situatie niet. Door de bocht konden we niet zien wat er aankwam. En met name zoals je zag, de juiste beslissing, want er kwam natuurlijk verkeer aan. Nou, verder moet je op het moment dat je de fiets inhaalt voldoende zijdelingsafstand houden. Dus dat is hier ook niet mogelijk. En je moet ook de kijktechniek kunnen uitvoeren, zowel bij het inhalen als weer bij het terug opschuiven. In deze situatie lost het probleem zichzelf op, doordat de fietser natuurlijk naar links afslaat hier. Nou, zorg er wel voor natuurlijk voldoende volgafstand, dat geeft iets meer rust. En ja, zoals ik al zei, dit waren de juiste beslissingen door op dat moment gewoon niet in te halen. Geef in deze straat achteruit in parkeren. Even kijken.
Deze bijzondere verrichting zo ziet er keurig uit, netjes gecontroleerd, dus dat is erg belangrijk. Gelijk een tip voor iedereen, op het moment dat je wil gaan parkeren en je rijdt naar je instartpunt toe, stop altijd even op het instartpunt, dan heb je de rust en de tijd om te kijken wat er om je heen gebeurt. Op het moment dat je naar achter rolt en vanuit daar begint, is de kans een stuk groter dat je iemand over het hoofd ziet en geen voorrang verleent. Wat er natuurlijk ook bijna wel direct voor zorgt dat je zakt op het examen. Nou, hier hebben we mooi zelf op tijd gezien dat er nog een fietser aankomt, dus we stoppen ook op het juiste moment. Maar hou dat wel in de gaten, hè. Je mag dus... Nou, dat is nog niet bijna in een vak. Ga je hem corrigeren of ben je tevreden? Nee, ik ga hem corrigeren. Okay. Volgens mij sta ik echt op twee vakken nu. Wil jij in één keer slagen voor je praktijkexamen? Vergeet dan niet Streetwise TV te checken. Dat is mijn videocursus waarin ik je precies uitleg wat je moet doen en wat je moet weten om in één keer te kunnen slagen. Denk bijvoorbeeld aan alle bijzondere verrichtingen en hoe je ze eventueel moet corrigeren. Invoegen, uitvoegen, complexe kruispunten, in- en uitheidconstructies. Alles vind je daar met handige tips, tricks en ezelsbruggetjes. Dus ik zou zeggen, check even de link in de beschrijving. Als je tevreden bent, kan nog. Zo ben ik. Ja, goed. Naar rechts, denk ik. Ja. Aan het einde gaan we naar rechts. Toen ik alleen nog maar fietste, was dit al een stuk waarvan ik dacht, ik heb geen zin om hier ooit te moeten rijden. Ja. Hij moet het toch gaan geloven. Ja. Ja, nou ik moet zeggen, het valt me dan toch nog wel mee. Ja, toch. Dit is er nog zo een. Dat vond ik ook wel relaxed. Mijn vorige Seat Leon lesauto die ik had, dan gaf hij pas aan als je de koppeling liet opkomen. Dus dan zei hij in eerste instantie niks. We gaan naar rechts. Nou, op het moment dat je rechts afslaat, zorg ervoor dat je goed blijft afremmen. Want we remmen hier wel in eerste instantie, maar laten de koppeling opkomen en de rem los. Te veel snelheid helaas. Nee, veel te snel. Oh. Veel te snel. Wow. Ik had de rem nog niet helemaal gevonden volgens mij. Die was niet goed, hè? Die was wel wat te vlot. Ik wou bijna mijn excuses maken aan alle kijkers voor een hele saaie rit. Tot zover. Maar, jij moet natuurlijk wel ook een foutje maken. Ja. Ja, kan gebeuren, gewoon verder gaan, toch? Jazeker. Stel, daar blijft het bij. Dan weet je in ieder geval dat je er goed voor staat voor het examen. Even kijken of in deze straat kan file parkeren. Dat moet wel lukken zo te zien. Dus dat maakt mezelf nou eigenlijk al een beetje onnodig moeilijk. Ja, ja, ja. Nou, officieel moet ik het wel zeggen. Dus, vooruit file parkeren, dat wordt echt bijna nooit gedaan. Daarom. Oh, ik zal mijn fiets doorgaan als je de kleur bent. Ja, vind hem goed genoeg. Zelf. Daar doen we het voor. Ook dit weer netjes op tijd gezien. Keurige stop. Goed ook dat we niet voorbereiden, maar gewoon bij de streep gaan stilstaan. En eigenlijk pas bij de streep in mijn eerste verzending zetten. Dat zorgt er ook vaak voor dat je echt tot stilstand komt. Schakel je van tevoren naast de 1, dan is de kans wat groter dat je een soort van ronde stop maakt. Hè? Dus niet echt tot stilstand komt, maar gewoon in beweging blijft. En dus eigenlijk illegaal door het stopbord heen rijdt. Maar ik moet zeggen, ik vind het wel ook heel tof dat je die video's maakt. Ja, dat is fijn om te horen. Uiteindelijk
daar doe je het uiteindelijk wel voor, zeg maar, toch dat mensen dat dan hebben. Ja. Nou, ik heb veel naar gekeken en ik denk daardoor tijdens les toch bepaalde foutjes niet hoeven te maken. Het scheelt wel, zeker weten. Over 400 meter volgt de rechte rijstrook om de verbindingsweg naar Breda, Eindhoven te nemen. We krijgen hier te horen dat we de verbindingsweg richting Breda en Eindhoven moeten volgen. Nou, kijk dus goed naar de borden, welke kant moet ik in dit geval op. Wat belangrijk is in dit geval is dat er verbindingsweg bij is gezegd. Dat betekent dus niet dat we oneindig natuurlijk Breda of Eindhoven moeten volgen. Volg de rechte rijstrook om de verbindingsweg naar Breda te nemen. Nou, dat is in dit geval, hè, krijgen we nu de aanwijzingen via spraak. En dat doe ik hier zometeen niet, dus dat kan wat verwarring veroorzaken. Maar kijk natuurlijk ook goed naar je navigatiescherm. Waar moet ik precies heen? Welke richting moet ik opvolgen? Want de verbindingsweg hebben we nu gevolgd. Dus er zou een nieuwe aanwijzing kunnen komen of een nieuwe route kunnen volgen. Over 600 meter volgt de twee linker rijstroken om linksaf te slaan via de verbindingsweg A58 naar Eindhoven, Sertogenbosch. Ik had nog geen rechthoog moeten volgen. Breda laten vallen op een gegeven moment. Bij de eerste zat je goed, maar daarna liet je Breda vallen. Yeah. En toen zei hij dat we naar links moesten. Maar goed, Over 300 meter voeg in op de A58. Gewoon herpakken, toch? Als het veilig blijft is het goed. Yeah. Als ik het heel erg had gevonden dat ik wel op tijd goed op die andere kant. Ja, ik dacht ook van ik ga nou niet alsnog snel de andere kant uit. Hier nog wel even een klein aandachtspuntje. We voegen hier uit. We gaan echt wel behoorlijk hard over die uitvoerstrook de bocht in. Zorg ervoor dat je iets meer vertraagt en terugschakelt het liefst voor de bocht. Op die manier hou je wat meer controle. Over 400 meter sla linksaf naar de Langebergse weg, de N260. Ik wil deze zijdelingse verplaatsing er even uithalen. Dit gebeurt eigenlijk constant op de snelweg. Op het moment dat we willen opschuiven, dan kijken we netjes. We schuiven ook op het juiste moment. Alleen de richting staat altijd veel te kort aan. Hij valt dan na 3 keer knipper uit, hè, omdat we hem niet goed doordrukken. Maar je ziet dat we dan eigenlijk nog met alle wielen in de rechte rijstrook zijn. En officieel moet je natuurlijk je richting aanhouden, net zolang dat je van rijstrook aan het wisselen bent. Dus tot alle 4 die wielen in de linker rijstrook zijn en je wielen ook weer gewoon in de rechte lijn vooruit staan. Dus dat was voor dit examen echt wel een aandachtspunt. Het gebeurt eigenlijk constant. Ik zal het niet allemaal aan jullie gaan laten zien, omdat ja, dat is verder niet zo interessant. Maar ja, houd het gewoon in de gaten. Oké, zijn we terug. Ja. Hoe dat ging. Ja, ik denk overwegend wel oké. Okay. Natuurlijk had ik bij die ene afslag veel te hard erdoorheen. Ja, dat ging wel wat vlot, ja. Ja, er was wel een klein beetje, denk ik, het wennen nog aan de auto. Mm-hmm. Ja, en het is jammer dat ik verkeerd rijd. Het is wat het is, toch? Als je het veilig doet, dan is dat in orde. Ja. Ik denk inderdaad dat we vrij kort kunnen houden. Dus ja, overgrote deel doe je wel echt heel goed. Mm-hmm. Dus je hebt mooie tempo, je kijkt gewoon netjes, snelheid er ook uit op de juiste plekken. Heel scherp op de verkeersborden naar voren. Je vraagt ook echt goed op tijd wanneer je waar je heen moet. En dat je ook de tijd houdt om je netjes voor te bereiden. Inderdaad, op die weg waar je te hard de bocht in gaat, klopt. Maar dan ga je ook wel een stukje te hard. Ja. Ik zeg, het is ook wel een moeilijke afrit, maar ja, dat doet natuurlijk geen afbreuk aan het feit dat je gewoon echt wel te hard de bocht omgaat daar. Je begint op zich netjes, eigenlijk op het moment dat je gaat terugschakelen, dan laat je wel je rem los. Dus je begint in eerste instantie goed, dus je remt een beetje, je gaat terugschakelen. Maar wanneer je gaat remmen, laat je rem los. Ja, dan neem je te veel tempo mee. En ja, ik hoopte nog een beetje op correctie om jezelf te saven, maar je blijft eigenlijk te hard de bocht omgaan. Hè? Dus je merk je wel op tijd, ik ga te hard. Alleen, ja, de reactie die dan moet volgen, die blijft eigenlijk ook nog een beetje uit, wat jammer is. Ja. Dus dat is zonde. Kom je wel regelmatig naar voren, eigenlijk altijd. Ja. Voor de rest gebruik je richting aanwijzen keurig. Ja. Maar houd het in de gaten dat het verplicht is om hem aan te houden. Totdat je in je volgende rijstrook bent. Ja, dat is wel een navigatie. Dat was ook misschien op de heenweg, zei ik ook van let op, we moeten hier er wel zo af. Toen wou je net gaan inhalen op het moment dat we eigenlijk de borden naar rechts hadden moeten hebben. Ja, dat is dan niet erg dat je daar, stel, het is niet een grote fout dat je ervoor kiest om in te halen. Maar omdat ik even uit mijn vorige proefexamen weet dat ik dan weer heel lang over de ring rijd en er niet af kan. Ja. Dus ik van oké, let even hierop. Maar dat is eigenlijk het enige. En nou ja, je zei natuurlijk al dat je nog je hebt nog wel wat lessen gepland voordat je afrijdt. Dat is ongeveer 3-4 weken toch? 3 weken. Ja, 3 weken. Nou, dat is perfect.
Ja. Dus eigenlijk wat ik wil zien, als dit een tussentijdse toets was, was het heel goed. En dan kan je eigenlijk met vertrouwen richting examen. Yes? Yes. Nou, gaan we daarmee afsluiten. Ik hoop dat jullie wat aan de video gehad hebben. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende.